Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Tijdens Motivatie Maandag vertel ik hoe mijn week was. Vervolgens behandelen we een quote. En daarna vertel ik jou wat mijn planningen zijn voor de aankomende week. Dus laten we maar beginnen. Afgelopen week was best wel apart. Want ik moest van alles regelen en het is uiteindelijk goed gekomen. Maar wat me vooral is bijgebleven is België. Ik kreeg een opdracht waarbij ik moest uitzoeken of een onderneming legit is in België. Dus het is best wel apart. Dus ik kreeg die opdracht en ik ging naar KVK kijken. En toen ik ging opzoeken hoe het zit met KVK in België, kwam ik erachter dat België best wel veel KVK's heeft. En ik snapte niet echt waarom. Maar het was voor mij heel moeilijk om informatie over die onderneming te vinden. De opdracht was gewoon puur van zoek even uit wie de managers zijn en wie de aandeelhouders zijn. Zo, dat was de simpelste opdracht. En het kostte mij veel te veel tijd omdat ik niet wist hoe het precies werkt in België. Maar het is heel apart omdat ik heb het antwoord uiteindelijk gevonden. Maar ik kon, het was meer voor mij opmerkelijk dat België zoveel KVK heeft en dat ze allemaal anders zijn. Dus wel apart. Maar dat is me nog steeds bijgebleven, nu nog steeds. Dus los van dat was wel een week oké, dus alles is gewoon afgerond. En het was wel grappig om te zien. Hè? En ik heb weer iets nieuws geleerd dat als je in België bent, dan moet je letten op heel veel verschillende dingen. Maar wel leuk. We gaan nu naar de quote. De quote van deze week is: It's better to try and fail than to never have tried at all. Met deze quote ben ik eens. Het is ook al best wel mooi hoe ze zeggen. Twee voorbeelden. Als je een kind hebt, die doet van alles om te leren lopen. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Een kind staat op en begint te lopen. Als hij valt, dan valt hij. En dat is ook heel mooi om te zien, want uiteindelijk gaat hij lopen. Iedereen weet dat. Maar dat kind begint al. Naarmate mensen ouder worden, dan maken ze excuses. Dat is voor mij een beetje raar. En ik kan er niks mee. Soms lukt het mij om iemand te overtuigen, soms weer niet. Maar ze proberen het niet. En dat is voor jammer. Ik heb liever dat je faalt en je leert ervan dat je helemaal niks doet. En een praktijkvoorbeeld is dat sommige projecten, ik begin er gewoon mee. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Wanneer het wel werkt, dan heb ik er iets moois meegenomen. Als het niet werkt, dan heb ik ook weer iets geleerd ervan waarom het niet werkte. Hoeveel mensen beseffen niet omdat ze altijd op het oog hebben dat iets perfect neergelegd moet worden. En zo gaat dat niet. Sommige klanten weten dat. Sommige klanten weten dat niet. En het is soms heel moeilijk om tegen hen te zeggen, begin nou maar. Je ziet het volgens vanzelf wel. Dus dat is mijn visie over deze quote. Laat me hieronder weten wat jij ervan vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. En hoe wat voor impact dat heeft op je leven. Kom bij het derde punt. Hoe ziet mijn week eruit? Nou, vandaag heb ik een vrije dag, dus in ieder geval geen afspraken. En wat ik ga doen is gewoon even uitzoeken hoe zit het precies met verzekering. En ik ben ook sinds vrijdag partners geworden van Blackbox. Dus best wel een leuke community. Ik zal later hier meer erover vertellen. En wat ik ook vandaag ga doen is gewoon werken aan de video's die ik ga maken in de toekomst. Het gaat om video's over business model Canvas en hoe jij dat kan gebruiken in je onderneming. Maar dan krijg je later nog meer berichten hierover. Ik wens je een fijne week en tot in de volgende video.